Hallo allemaal, ik ben Otto Oome. In dit filmpje leg ik je uit hoe je op een iPhone een van je agenda's kan delen met een andere persoon met een iPhone. Weet je niet goed hoe de agenda-app van een iPhone werkt? Dan zie je nu rechtsbovenaan een link verschijnen met een filmpje waarin uitgelegd wordt hoe de agenda-app van een iPhone werkt. Eerst een instelling op je iPhone nakijken. Ga naar instellingen, klik op je Apple ID, ga naar iCloud en dit moet aanstaan, dit moet groen zijn. Dit moet op beide iPhones, dus op de iPhone van jezelf, maar ook de iPhone waarmee je de agenda wil delen, moet dit ingesteld staan. Anders zal het niet werken. Dit filmpje laat je zien hoe je een agenda deelt met een andere iPhone, maar dat werkt natuurlijk ook met een andere iPad. Dus van iPad naar iPhone, van iPhone naar iPhone of van iPhone naar iPad. Dus dit is alleen een voorbeeld met twee iPhones. Dit is de agenda. Hoe kom ik bij de agendas, de verschillende agendas? Je klikt hier, agendas. Hier is de agenda die ik wil delen, agenda Otto. Je klikt op de i. Hier staat agenda Otto en je kan die delen. Voeg iemand toe. Dat gaan we doen. Klik daarop. Je klikt hierop. Je klikt op het plusje en ik zoek Danielle. Danielle Duvizee, @telenet, goed onthouden. En je klikt op voeg toe. Je ziet, het is nog onbeslist. Danielle krijgt op haar e-mail, danielle.duvizee@telenet, krijgt ze een bericht. Hoe kan je nu nogmaals een bericht sturen? Je klikt op bekijk en wijzig. Hier staat stuur uitnodiging opnieuw. En je ziet, er komt een bericht. We klikken daarop en deze vraagt abonneer op agenda. Nu, ik verwacht eigenlijk dat bij de aanmaak tijdens het delen van de agenda dat dit berichtje direct komt. Dat is niet zo. Daarom laat ik zien dat je nogmaals op bekijk en wijzig klikt en de uitnodiging nogmaals opnieuw stuurt en dan krijg je dat bericht. Natuurlijk, ik heb die agenda in mijn handen, maar normaal ziet de persoon dit bericht. Die kan dat afslaan of abonneer op agenda. We gaan klikken op abonneer op agenda. Je ziet hier, Danielle neemt nu deel aan je gedeelde agenda. We klikken hier op de greet, op de andere iPhone. Dus we gaan hieruit, gaan we op greet klikken. Je ziet hier mijn agenda. We zijn in de agenda van de andere iPhone. We klikken op agendas. En wat zie je? Agenda Otto. Er zijn nog een aantal andere instellingen. Even een verduidelijking. Als je de eerste keer de agenda deelt, de eerste keer koos ik als contact danielle.duvizee@telenet, dan wordt er een e-mail gestuurd naar Telenet. iCloud, wil je je aanmelden? Ik klik daarop en dan krijgt de uitgenodigde de mogelijkheid om meld mij aan bij de agenda. Nu, daar ziet die persoon niks van. Daarom raad ik aan om op dit i'tje te klikken. Daarna op bekijk en wijzig van degene waarmee je wilt delen. Normaal staat hier dan nogmaals versturen. Natuurlijk, dit is al aangenomen. En dan klik je nogmaals op versturen en dan komt dit bericht bovenaan en dat is via de iCloud. Nog enkele instellingen aan de kant die iemand uitnodigt. Je kan dus meerdere personen uitnodigen. Als je dit aanzet, dan worden de wijzigingen die je in je agenda maakt, worden ook doorgegeven aan de andere personen. Klik je hierop, bekijk en wijzig. Als dit aanstaat, dan sta je de persoon waarmee je deelt toe om bewerkingen te maken. En je kan ook stoppen met delen aan die persoon. Dus we klikken hier nu op, stop delen. Danielle Duvizee verliest onmiddellijk toegang tot deze agenda. Verwijder.
en je ziet, het verdwijnt ook onmiddellijk. Ik heb ook nog een filmpje gemaakt hoe je de agenda en de contacten van je iPhone kan delen met Outlook van Windows 10. De link zie je nu rechtsbovenaan. Geef me een vette duim omhoog, abonneer je gratis op mijn kanaal, zet ook het belletje aan, help me zo snel mogelijk de 1000 abonnees te bereiken, of meer natuurlijk. Deel dit filmpje met je vrienden en laat ook wat commentaar achter onder het filmpje. Dag!